Hebben we allemaal het boek toch uitgelezen, hopelijk. Klopt. Dree ook. Maar... Hebben we allemaal het boek toch uitgelezen, Dree? Ah, wacht. De Bijbel. Wie dat ik? De fucking intro. Gecensored dat wel. Gewoon in laat. Fuck dat, ik ga hem dingen pakken. Maat. Komt goed. Sensoren. Allemaal fucking notes op tijdstippen dat ik moet sensoren zo. Heel fucking lijst om te gaan editen. Ja, jongen. Het keert na, joh. Gewoon helemaal shit zeggen. Ja, nu fuck dat, dan ga je echt niet censoren. Dat wordt ook gecanceld, eindelijk in de shit. Twitter cancel. Tweede episode. Ik denk dat Dre zijn boekjes gaan halen. Denk het. Voor geen reden eigenlijk, want... Of die moet je eens voorlezen, dat kan ook, man. Stel je voor dat hij hier aankomt en daar... Oh, deze. Die heeft drie boeken. Ah ja, oké. Okay. Kan mijn notepad er ook bij halen, kontje. Ja, jongens. Ja, ja, mijn notepad. Notepad. Ik heb gewoon één ding opgeschreven. Dat mijn potlood, dat vond wel op. Nee, ik weet nog wel mis. Gaat het met een bespreekbeurt? Oké, ja. Dus we hadden het erover dat je misschien iets wou voorlezen, omdat je het boek precies ging halen. Ja, ik vond daar wel leuke stukken in, ja. Ja, ja, ook. Ja, als je er eentje wilt voorlezen, uit de stilte spreekt, dan mogen we dat doen. De dood en de eeuwigheid. Oh. Als je door een bos loopt, dat niet meer door de mens is getemd, dat met rust gelaten wordt, zie je het niet alleen krioelen van leven, maar zie je bij elke stap ook omgevallen bomen en rottende boomstronken, rottend blad en composterend materiaal. Overal waar je kijkt, zie je leven en dood. Maar bij nabij-inspectie ontdek je dat de rottende boomstronk en de rottende bladeren niet alleen leven schenken, maar ook zelf vol leven zijn. Er zijn micro-organismen aan het werk. Moleculen herschikken zich. De dood is dus nergens te vinden. Er is alleen een metamorfose van levensvormen. Wat kun je daarvan leren? Let's go! Nee, ik vond dat nog wel... Ik vond het inderdaad een interessant boek. Maar ik vind die dingen, die zo je brein wel stimuleren. Maar ja, dat zet je aan het denken, weet je? Ook op een gegeven moment zegt hij van... Als je door een bos bijvoorbeeld wandelt, hè, en je kijkt naar een boom... Dan van daar te veel over na te denken, moet je eigenlijk kijken naar in wat voor stilte dat die boom leeft. En dat je dan zelf die stilte ook krijgt. En dat... Ja... Ik denk meestal veel te veel, dus dan is dat heel interessant voor mij om even over na te denken. Van, weet je, misschien is dat ook wel een interessante manier om te leven. Door eigenlijk niet te veel, zeker als je in de natuur bent en zo, en je denkt niet te veel dat je eigenlijk in je eigen stilte gaat leven. En dat misschien ook wel beter is voor de persoon zelf. Klopt. Denk ik ook wel over. Correct. Ik denk het eigenlijk, het komt eigenlijk gewoon een beetje neer op mindfulness zijn, om het zo te zeggen. Ja, want ik denk... Om het zo te zeggen. Beetje meer, eigenlijk, een soort meditatie dat je gewoon heel de dag door Ja, want het is echt een stilte bij wat je ook doet, hè, ook al praat je tegen mensen en zo. Want op een gegeven moment zei je dan ook van, als je echt naar mensen luistert, dan heb je eigenlijk ook een stilte in jezelf en luistert je ook effectief naar mensen. En ik denk 90% van als ik naar mensen luister, luister ik effectief wel, maar zit ik ook een beetje te denken van wat kan ik zeggen of wat kan ik... Hè? Zo van die dingen, dus... Innerlijke dialoog die je van binnen... Ja, dus... Die loslaten en je alleen maar te focussen op het luisteren. Ja, daarmee is dat is... Als je zo'n dingen leest, dat is heel interessant om je eigenlijk jezelf aan het denken te zetten. En dat je dan misschien ook denkt van... Weet je, de volgende keer dat ik niemand luister, kan ik dan al dat proberen bijvoorbeeld. Want uiteindelijk de eerste keer dat je dat gaat proberen, dat nooit van je leven lukken. Maar... Je kunt dat nu proberen. Ja, je kunt dat nu proberen, maar... Als je jezelf daar niet van gewoon... Ah ja, hoe moet je dat zeggen? Je bent jezelf daar niet van bewust... En nu dat je jezelf daar bewust van hebt gemaakt, dat beter is, dan kun je dat wel in je achterhoofd houden van, weet je, als ik de volgende keer naar iemand luister, dan kan ik dat proberen, bijvoorbeeld. Klopt. Dus, Ik heb ook twee interessante dingen opgeschreven. Ik ga even mijn hand op mijn papier schrijven.
Bijvoorbeeld, ding wat ik interessant vond, is, er is een, dat is eigenlijk een groter stukje, maar er komt eigenlijk een kleine zinnetje in voor. En is, als je niet meer alles gelooft wat je denkt, stap je uit het denken en zie je duidelijk dat de denker niet is wie je bent. Dat vond ik wel interessant, omdat je, omdat eigenlijk een beetje, ja, hier spreken ze veel over het ego en zo, en dat eigenlijk je ego tijd is, om het zo te zeggen, als je daarin gelooft. Mm-hmm. Dat, je, ja. dat je dan geen karakter meer hebt. En dan had ik ook nog het stukje, geen zelf, geen probleem, vond ik eigenlijk ook wel een mooi zinnetje. Eigenlijk zijn het alle twee dingen dat, dat gaat over. Well, over ja, uzelf. Ego, ego is zelf ja. eigenlijk, hè. Uw ego, dat dat uw karakter vermogen, eigenlijk. Dat dat bouwt. Uw ego nee. is uw karakter, 90% van de tijd. Dat is totaal niet. Ja. Uw ego is veel meer apart van ja, ja, oké, maar bij de meeste mensen. Daarmee, daar hebben we het nu. Als je niet maar ik weet niet per se, dat hangt, er ook, hangt ook een beetje samen, vind ik wel. Ja, dat gaat ego... samen, maar dat is niet hetzelfde ding, hè. Nee, 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 dat niet per se, nee. Dat niet. Maar ik vind wel, ja, het, hangt... het is wel, bijvoorbeeld, als je een heel opvliegend karakter hebt, hangt wel vast met je ego, want dat is op zich hoe ja. Hoe je bent. Snap je? Hoe dat je gelooft dat je bent. Dat kan wel samengepaard. Iemand die heel snel boos wordt, je weet van zijn eigen ook van, ik ben iemand die heel snel boos wordt. En dat creëert een wel zijn ego, zal ik zeggen. Oké, okay, ja. Snap je? Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Okay. Maar ik ben er ook wel mee eens. Als je open-minded bent, of heel close-minded, bijvoorbeeld ik ben heel open-minded, is dat moeilijk om te begrijpen hoe het effect het ego heeft op iemand die super close-minded is. Ja, maar mensen die heel close-minded zijn, die hebben een ego, hè. Die gaan meestal ook een standpunt hebben, en die gaan daar niet van afkomen, omdat die een... Als die dan zeggen van, oké, ik ben fout, dat kan een ego schaden, hè. Dat gaan mensen eigenlijk willen voorkomen vaak ook. Daarmee kan dat inderdaad zijn als je dan heel rap boos wordt of opvliegend bent, dat je heel close-minded met een groot ego bent, dat je dat heel rap gaat willen beschermen omdat je niet fout wilt zitten, omdat dat je ego kan schaden. Snap je het erin? Nee, ik snap echt iets van je. Ja, nee, maar ik snap wel het erin. Als je heel open-minded bent, is dat heel moeilijk om te... Weet je, dat is hetzelfde ding. Als een trainer naar een landschap kijkt bijvoorbeeld, of ik en Jordi kijken naar een landschap zonder onze bril af, ik en Jordi, wij kunnen dat niet begrijpen, dat mensen een duidelijk beeld zien. Omdat wij hebben dat nooit meegemaakt, ja, en wij zien dat niet. Maar jij bent dat zo gewoon. Dus dat is zo'n beetje hetzelfde, dat is een beetje dezelfde vergelijking. Omdat je heel open-minded bent, snap ik dat je dat heel moeilijk begrijpt. Ja, daarom is dat soms moeilijk om akkoord te gaan met wat jij dan zegt, omdat ik dat soms misschien... Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik moet ook niet akkoord gaan, hè. Dat zijn gewoon standpunten vanuit andere levenservaringen. Maar wil je nog eens herhalen? Maar als je... Ja, als je bijvoorbeeld zegt van, ik ben heel open-minded, dat is ook een ego dat je maakt, hè. Dat is ook weer een ik dat je spreekt. Snap je? Want bijvoorbeeld maar je ego... Maar dat is toch de ik dat je bent? Maar het punt is, je bent geen ik, er is geen ik. Dat is het punt net. Ja. Dus als je zegt, ik ben open-minded, dan is dat net hetzelfde als je zegt, ik ben close-minded, want je creëert op alle twee de punten creëert geen ik. En, het ja. en dat is het punt net, dat er geen ik meer... Zie ik het woord ego anders dan jullie. Ja, want ego bedoel ze eigenlijk mee gewoon Andreas of Dave. Dat is het ego, zal ik zeggen. Bijvoorbeeld, alles dat je in de jaren hebt meegemaakt... En al uw gedachten en al uw waarden en normen, dat creëert u, snap je? Bijvoorbeeld Andreas is een Duitse jongen die houdt van sporten, die houdt van dingen. En snap je, alles van dat, bijvoorbeeld die houdt van spaghetti eten, maar die haat spruiten. Alles dat is eigenlijk uw ego. Snap je, alles van dat, wat u maakt, is uw ego. En het punt van wat ze dan... Ook een punt van je ego-tijd is dat je geen ego meer hebt. En dat je eigenlijk alleen nog maar leeft in het nu. Dat je geen mening meer hebt van... Als je bijvoorbeeld racistisch bent, geen mening meer hebt van... Oh nee, die dingen daar, buitenlander of zo. Of als je... Daar is waar ik dat splits eigenlijk. Want
bij mij, mijn gedachte, dat is misschien omdat ik al gecoacht ben of veel boeken heb gelezen, maar ik split ego en mijn persoonlijkheid. Want mijn persoonlijkheid is wie ik ben en daar denk ik niet over na. Zo ben ik gewoon, als ik in mijn natuurlijke zelf ben. En dan, ik zie mijn ego als... ik zie mijn ego als de ik, als ik te veel nadenk of ik bind aan negatieve emoties. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus ik splits dat bij mij. Ik ben niet altijd aanwezig met het ego, maar ik probeer ook echt gewoon te leven en te denken. En echt in het zijn, met de power of now. Echt in het nu te proberen te leven. En dan is je ego niet aanwezig, dus daarom heb ik dat soms moeilijk mee om dat zo. Want ik, bij mij is het echt gesplitst, echt in twee figuren, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp het wel. Ja, het woord ego is nu ook wel... Snap je, dat heeft geen echte definitie. Ik denk niet dat dat een volledige definitie is, omdat iedereen een beetje zijn haal... Ja, dat heeft wel zijn ongeveer... Het ik gewoon, hè. Ja, maar iedereen gaat er zo... Iedereen kan dat een beetje variëren, hè. Daarmee, ik denk wel dat wel een echte betekenis heeft, maar gewoon omdat dat wordt in onze taalgebruik niet veel gebruikt. Nee, dat is waar. Daarom dat iedereen daar zijn eigen concept een beetje van maakt, van... Ah ja, ik denk dat dit het ego is. Ja, je kunt het originele hebben, maar sommige mensen kunnen daar dingen bij opplakken van dat is ook mijn ego, of dat is juist niet mijn ego. Snap je? Dat is een klein stukje afhaal, maar wel dat je de basis altijd hetzelfde hebt, eigenlijk. Ik ga eens opzoeken... Wat weet je... Peter. Wat is uw definitie van ego, Dave? Mijn definitie van ego. Want bijvoorbeeld, als ik even niet schrap mag zeggen, want bijvoorbeeld heel mijn leven, daar, als ze tegen mij zeggen ego, iemand die gewoon altijd aan zijn eigen denkt. Dat is iemand met een groot ego. Dat is hoe dat ik altijd... Ja, dat is hoe dat ik dat eerst ook over dacht. Ja, inderdaad, maar... Is dat niet ego? Ik... Ja, maar dat is egoïstisch. Daar... Ja. Maar een ego is eigenlijk iets anders. Maar die connectie is heel snel gemaakt. Oh, ik heb gewoon Wikipedia opgezocht, daarom... Het ego. Ik heb geen definitie voor een ego, denk ik. Niet dat ik kan verwoorden hoe dat ik dat... Ego betekent letterlijk... Is de letterlijke betekenis van ik. Algemeen gebruikt men het woord ego voor een object dat men het woord ik aanduidt. Maar ik zoek wel veel dingen op van ego dit en hoe ego altijd werkt. En mijn... concept van ego, dat ik het ego zie, is eigenlijk gewoon alles dat ik bijvoorbeeld... Denk ik op zich. Bijvoorbeeld, ik haat het werk, of ik... Ja, zo, ja. Exact hoe dat je het nu aan het beschrijven bent. Ja, gewoon mijn ik, zal ik zeggen. Want bijvoorbeeld, een dier heeft geen ego, omdat hij ook niet denkt van... Ja. Ik ben hier graag, ik... die denkt niet van, weet je, ik eet graag hert en ik eet niet inderdaad. Graag schildpad, bij wijze van spreken. Die eet gewoon. Inderdaad, die eet gewoon en die is gewoon bewust en die is blij dat hij kan eten. Maakt niet uit waar. En dat is ook iets dat je als mens wel kunt krijgen, zal ik zeggen. Tuurlijk kun je nog altijd leven van... Ja, tuurlijk eet je nog altijd lekker en zo, maar niet bijvoorbeeld... Als je moet gaan werken, dat je dat gewoon accepteert en niet mentaal tegen... ingaat, want dat creëert uw ego net. Ja, oké, dat wel. Maar ik denk niet dat wij dat één van ons drie eigenlijk echt het ding heeft van ik haat, als we zeggen van ik haat dat we dat echt gaan uitstellen. Misschien een paar dagen misschien, maar het is niet dat we echt gaan zeggen van ik ga dat niet doen omdat ik dat haat. Nee, als dat echt moet gebeuren, dan ik weet dat alle drie van ons echt dat gewoon wel doen. Dus op dat vlak hebben we daar niet al te veel last mee, maar het is ook wel... gelijk dat je zegt van, want dieren en planten ook, stel dat die bij wijze van spreken kunnen denken, dan gaan die ook niet denken van, weet je, ik sta hier wel goed in de zon, bij wijze van spreken, die staan gewoon. Klopt. Ook omdat ze niet weg kunnen. Ja, ook ja. Ja, maar daar gaan die niet over nadenken, Jordi. Ja, nee, dat is gewoon, bijvoorbeeld dieren, dat gewoon allemaal instinct eigenlijk, hè. Ja, maar dat is het ding, dat is het nadeel, zal ik zeggen, van de mens, hè, dat is zich zo geëvolueerd dat kan denken. Maar dat heeft natuurlijk voordelen, hè? Want kijk hoe dat wij leven, maar dat heeft ook nadeel, omdat je soms ook te veel kunt denken, inderdaad. Ja, klopt. Of negatief. Want door te veel denken creëert je... Heeft de mensheid zijn ego. En dat is ook natuurlijk de fout van de maatschappij, want... Al ja, vroeger van kleuterklas is het al, wat vind jij uw lievelingskleur? Ja. Wat is uw lievelingseten? De maatschappij maakt gewoon een karakter. Ja, maar... Het ding is wel, je kunt moeilijk op school zeggen van, weet je, doe maar. Ja, klopt.
Dus... Maar het is wel, bijvoorbeeld... Ik denk wel dat er bijvoorbeeld een maatschappij zou bestaan zonder het ego, zal ik zeggen. Ja. Ja, maar ja. Dat is voor de rijken. Wat? Dat is voor de rijken. Dat is voor de rijken. Ja, of voor bijvoorbeeld boeddhisten. Ik denk niet dat, dat die echt ja, een ego voor rijken of heel speciale mensen. Ik weet dat sommige mensen, die voeden hun kinderen ook op, dat die eigenlijk gewoon, die doen wat dat die willen. Die zeggen ook gewoon tegen hun kinderen van, weet je, als je dat wilt, dan krijg je dat, bij wijze van spreken, maar... Ja, dat is... Dat maakt... Ik denk wel dat dat werkt. Ik denk niet dat dat ergens werkt. Ik wel, want als je van kind af aan eigenlijk al alles geeft, leert dat kind ook heel snel van, deze dingen maken mij niet gelukkig. Ja, want maar aan de andere kant, als je 6 bent, je wilt alles en je denkt daar ook niet over, te veel van na, hè. Je krijgt alles, dus dan gaat je daarmee spelen met je gelukkig, hè. En dan ben je dan misschien gewoon dat je alles krijgt. Klopt. Ik denk dat wat Jordi probeert te zeggen is... Het Nederlandse woord ontlopen mij, maar ook exposure. Dus als je een kind in heel veel verschillende situaties zet... Ja. Dan leert hij waar die goed in is en waar die niet goed in is. Maar ja, dat kan ook de verkeerde kant op gaan, dat wil ik zeggen. Dat klopt. Maar je kunt dat ook op een manier doen waardoor... Hey, je kunt die in veel sporten laten uitproberen. Maar dan hoeft hij daar niet, nog altijd niet veel geld in te steken. Of die hoeft hij nog altijd niet te verwennen, snap je? Nee, daarmee. Dat is wel... Ik wou nog een stuk dat ik ook heel interessant vond. Dat is eigenlijk in het begin... Ja, ik weet niet, het boek werd eigenlijk beter met de meer pagina's dat ik las. En op het einde vond ik nog een stuk op relaties. Dat vond ik ook wel een interessant stuk. We vormen al snel een mening over iemand anders. Wat zijn we snel met onze conclusies? Het geeft het ik-zuchtige verstand veel bevrediging andere mensen in een vakje te stoppen en een begripsmatige entiteit te geven en een rechtvaardig oordeel over hen uit te spreken. Dat is iets wat we allemaal wel doen. En je leert dus op school en door om te gaan met andere mensen van... Oh, die is echt zo. En, ik denk ook niet... Iedereen die zegt dat hij dat niet doet, ergens doet je dat toch in de kop. Onbewust ook gewoon. Ja, onbewust. Of dat je daar ergens een vooroordeel... Ook al heb je daar bijvoorbeeld iets slecht van gehoord of zo, dan ga je ook al rap slecht denken van die persoon, ook al kan dat helemaal niet waar zijn. Hè. Zo gaat je ook rap makkelijk een persoon in een vak steken, zonder dat je daar eigenlijk zelf bij denkt. Of dat je... Want inderdaad, in dat hoofdstuk zei hij ook van, weet je moet eigenlijk op mensen afstappen zonder het denken van, weet je, hoe gaat die zijn? Of hoe gaat die... Je moet die gewoon leren kennen eigenlijk. En dat is inderdaad heel interessant, maar ik denk niet dat dat echt... Dat gaat mogelijk zijn op een bepaald niveau, maar niet volledig. Ik ga verder lezen, goed? Ja, doe maar. dan gaan we wat jij het zeggen, eigenlijk antwoord geven. Iedere mens is geconditioneerd om zich een bepaalde manier te gedragen. En op een bepaalde manier te denken. Zowel genetisch als door ervaring uit zijn jeugd en door het milieu waaruit het afkomstig is. Dus ervaringen uit je jeugd en het milieu waar je in opgegroeid bent. Daardoor is een mens geconditioneerd om zich op een bepaalde manier te gedragen. Ja, dat is gewoon... Dat is ook wat ik er straks zei van de dingen die in de jeugd gebeuren en de dingen van wat je meemaakt, dat creëert ook het ego, zal ik zeggen. Dat creëert je karakter. Als je heel net opgevoed bent, dan ga je natuurlijk in die late jaren ook die netheid mee hebben genomen. Dan gaat je karakter zijn. Hè? Je bent een net persoon dan. Maar als je bijvoorbeeld... zit opgegroeid door constant kattenstreek uit te halen en constant kwijt doen, dan ga je dat denk ik mee ook nemen in je latere jaren. Dan zeg je eigenlijk zo in je twintigen bijvoorbeeld, jong twintigen, en dan zit je alleen maar slechte dingen eigenlijk doen, kat kwaad uit te spoken, maar dan natuurlijk op een veel erger niveau. Of je krijgt het bewustzijn en je begint te beseffen van dit maakt me niet gelukkig. Ja, dat kan ook. En dus maar het kan ook weer twee kanten op. Ja, weet je, dat is zo het voordeel, dat is zo een voorbeeld, ik heb dat eens gelezen, er zijn twee zonen. En die hun pa, dat is een alcoholieker. En die ene zoon wordt een alcoholieker. En die andere, die wordt een hoogbetaalde job. Maar die zeggen allebei, ik heb mijn pa gezien. En daardoor ben ik nu hier. Dus dat is ook weer hetzelfde. Je kunt iets meemaken en je kunt dat op twee verschillende manieren zien. Hè. Die ene jongen zegt eigenlijk van, ik heb mijn pa gezien en zo wil ik niet eindigen. Dus ik ga gewoon heel mijn leven flippen. Want daar zou ik niet gelukkig van worden. En die andere jongen is eigenlijk van, ik ben niet anders gewoon dan te zien dat mensen gewoon constant alcohol drinken. Dus dan doe ik dat ook.
Dat komt dus neer op attitude, mindset en interne dialogen. Ik denk dat dat ook veel afhangt van de personen waarmee je om bent gehangt. Als je veel in die boeken leest die wij lezen, dan leer je eigenlijk dat je zelf kunt controleren wat je interne dialoog is, wat je attitude is tegenover andere mensen, tegenover zijn situaties en wat je mindset is. Ja, eigenlijk dus moet je zo weinig mogelijk... De manier hoe je die informatie converteert in je hoofd. De attitude is wat je doet met die informatie. En dan heb je ook nog de taal dat je spreekt, dus hoe dat je tegen andere mensen zegt, hoe dat je dat verwerkt. En dan je interne dialoog, dus de taal waar je tegen jezelf over praat. Als je die drie dingen kunt controleren, kun je eigenlijk... Ja, eigenlijk moet je zo min mogelijk een interne dialoog hebben. Hè? Eigenlijk moet je zoveel mogelijk een stilte hebben, zodat je... Eigenlijk nee, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg... Ja, maar dat is ook wel... Ik snap wat je bedoelt, hè. Dan die dingen moet je ook controleren, maar je moet ook half controleren, vind ik, dat je... meer in een stilte zit. Dat je echt met die hoofd in een stilte zit, zodat je meer van verschillende momenten kunt genieten. Bre, zeg je net dat de manier is voor nee, maar dat trauma? Dat helpt. Ja, maar zo heb ik... Ik heb diep... hoe zeg je dat? Shadow work? Ik weet niet of je shadow kent. Nee. Ik heb diep shadow work gedaan. En ik heb er rond gemediteerd. En ik heb eigenlijk verleden trauma's... De relatie van verleden trauma's kunnen... Dus de interne dialoog over met een trauma. Hoe ik die emotie bekeek. Heb ik die emotie kunnen veranderen. En eigenlijk dat leren verwerken. Ja, maar zo'n dingen komen meestal ook met tijd. Hè. Want het ding is... Nee, totaal niet. Nee, maar... Ik doe... Dat is zo van... Ja, oké. Ik vind... Dat is inderdaad een manier voor trauma te... Maar jij wist niet dat je die trauma had. Ja, of wat? En dan ben ik bewust geworden. Ah, zo. Van die trauma. En dan heb ik mijn interne dialoog en mijn emotie die ik rond dat trauma had, leren verwerken. Ik snap wat je bedoelt, maar het ding is ook meestal, nadat dat gebeurt bij wijze van spreken, en kort daarna zijn de emoties dat je daarvan voelt, ook al ben je daar zelf niet van bewust, zijn die veel sterker als dat bijvoorbeeld een jaar nadien gebeurt. Dat is er nog altijd wel, maar dat is veel sterker, die emotie. Ik zeg niet dat je dat dan niet kunt overwinnen, maar als je dat met de tijd laat meegaan een beetje eigenlijk, hè, dan is dat wel makkelijker om dat te overwinnen, denk ik. Maar ik denk dat je niet snapt wat André probeert te zeggen. Nee, hij wist niet eigenlijk dat hij een trauma had. Hij wist niet dat hij een trauma had. Punt. Dat is het punt net, want je hebt ook trauma's dat je gewoon niet meer van weet, dat je gewoon eigenlijk heel je leven lang onderdrukt. Ik heb die trauma's en iedereen heeft zo'n trauma's. En het punt is net, wat een tree, denk ik, dat is die trauma's dat je eigenlijk niet beseft dat je hebt, die te overwinnen. Ah, dat je... Als je bewust ervan wordt, dan kun je met attitude, mindset... die dingen, kun je die emotie daar rond veranderen. Maar ik ga verder lezen, of hebben jullie... Ja, nee, is maar verder. Okay. Dat is niet hoe mensen zijn, maar hoe ze ons toeschijnen. Als je een oordeel over iemand uitspreekt, verwar je deze geconditioneerde patronen van je verstand. What the fuck, mannen? Van je verstand met wie, kijk, ik heb een wie ze zijn. Dat te doen is op zich al een hoge mate geconditioneerd en onbewust patroon. Je geeft hun een identiteit, en die onware identiteit wordt... Een gevangenis, niet alleen voor de ander, maar ook voor jou. Sorry, oh, Dreef. Die jongen heeft een muslimzak. Deze dan de hele tijd aan het lachen? Dat is... Nee, kijk, ik werd aan het lezen en die jongen haalt in één keer een muslimzak boven. Ik ben zo van, what the fuck? Ja, ik kijk dus op mijn scherm en ik zie de Dave doen alsof hem de pik in zijn bek. Nee, ik bedoel dat van dit is... Ja, maar dat is wat ik zag. Nee, wacht, Dre. Helemaal verkeerd concept, hè. Je werd even niet mee, denk ik. Ik zit gewoon aan het laatste. Die jongen doet hier zo... Ik denk van... Hey, what the fuck doet jij? Doe normaal. Nee, maat, je wordt ook aan het lachen. Het laatste. Die jongen doet alsof hij pik aan het zuigen. Ik denk van, maat. Doe normaal. En dan begint keihard strijk te gaan. Pik ik aan hem en eten. Moet ik opnieuw lezen? Dan? Ja, maar gewoon. Ik heb gewoon mijn ogen dicht en dan... Ja, zet de cam uit. What the fuck heeft dat er te maken? Dat is niet hoe mensen zijn, maar hoe ze ons toeschijnen. Dus hè, hoe dat wij denken dat mensen zijn. Als je een oordeel over iemand uitspreekt, verwar je deze geconditioneerde patronen van je verstand met wie ze zijn. Dat is
dat te doen is op zich al een hoge mate geconditioneerd. Een onbewust patroon geeft een identiteit, die onware identiteit wordt een gevangenis, niet alleen voor de ander, maar ook voor jou. Dat is exact waar we over aan het praten zijn, eigenlijk. Ja, inderdaad. Van, als we dan praten over die gevangenis, als je in je kop zegt dat alle mensen slecht zijn, zijn alle mensen slecht. Ja. Dat je gelooft dat zelf ook natuurlijk. Hè? En dan gaat je ook... als iemand op u afstapt, of jij stapt op iemand af, dan gaat je ook denken van, weet je, deze persoon is slecht. Dan gaat je daar bijvoorbeeld minder optimistisch bijvoorbeeld... Als ik bijvoorbeeld denk van, deze persoon is slecht of zo, dan gaat je daar niet zo optimistisch of niet zo vrolijk bij wijze van spreken een conversatie mee hebben, omdat je denkt van, eigenlijk wil ik er niet mee praten. Want deze persoon is slecht en ik wil er eigenlijk zo snel mogelijk weg. Terwijl als je niet met die gedachte op iemand afstapt, dan gaat je altijd een gesprek hebben en dan gaat je dat wel... ik zeg niet van, je stapt op een persoon af en je gaat er altijd 2 uur mee willen praten dan, maar dan... Ja, dan heb je niet constant gedacht van, ik wil gewoon weg. Want dan let je op wat hij zegt en dan vormt hij dan je eigen mening over een persoon. Het grauw het al gaat? Dat je een vooroordeel hebt of dat je op iemand afstapt? Nee, exact dan... die situatie dat gaat. Ik ook. Ja, nee, ik heb dat ding op de camping. Want ik zat deze boek aan het lezen wanneer ik de zee aan het trekken was. Ja. Ik zat de zee niet aan het trekken. Had je de grond getrekt? Wat? Had je de grond getrekt? De zee. Die heb ik getrokken. Watjes aan het trekken, hè. En toen snap je, omdat je eigenlijk die boek aan het lezen bent, 's ochtends en 's avonds, ben je meer bewust. Mm-hmm. En dan ben ik met de mensen op de camping, want er was niet veel man bij de tenten. En toen heb ik wel met die mensen zitten praten en op zich ook echt wel... Probeer die dingen te... uit te voeren in de praktijk. En op zich, ik vind wel dat dat echt helpt, want je creëert geen vooroordeel. Maar ik had wel een probleem. Ik kon niet goed op conversaties komen, omdat ik eigenlijk mij te hard aan het focussen was op het luisteren. Ja. Zelfs wat ik bedoel. Want je aan het praten, is de een aan het praten en heb je eigenlijk al bent je aan het nadenken van oké, dit ga ik hier eens op antwoorden. En als je echt aan het luisteren bent... Bent je echt aan het focussen op het luisteren? Dat is iets dat gaat nog niet automatisch, je bent er echt mee bezig. Maar als het dan gedaan is, dan pas moet je denken van... hoe kan ik hierop antwoorden? En ik vond wel dat ik daar moeilijkheden mee had... om niet fatsoenlijk op een antwoord te komen. Maar bent je van nature sowieso al iemand die makkelijk tegen vreemde mensen praat? Dat hangt ervan af. Het ding is ook, als je bijvoorbeeld... Je hebt bijvoorbeeld een nieuw werk en je komt nieuwe collega's tegen... Je hebt mensen die bijvoorbeeld gewoon hij zeggen en een naam zeggen en voor de rest gewoon zwijgen. Maar je hebt ook mensen die hun eigen beginnen voor te stellen en vragen te stellen. En als je zo iemand bent die gewoon vragen begint te stellen en gewoon begint te praten... Ik denk ook niet dat die mensen daar al te vaak over denken. Omdat die zo... Die zijn gewoon om zo sociaal te zijn, bij wijze van spreken. Terwijl als je dan gewoon hij zegt en je zegt hun naam... En je wilt wel een gesprek hebben, maar dan moet je echt gaan nadenken van wat kan ik vragen... En je moet je dan nog extra gaan focussen op dat luisteren en dan pas denken. Ja, dan heb je eigenlijk heel dat denkproces. Dat je tijdens... Moet je eigenlijk achter dat gesprek nog plakken. En dan heb je die, ja... Ja, dus, klopt. Ja, daar heb je ook een beetje het verschil natuurlijk, hè. Maar ik denk wel dat er iets is dat je met de tijd wel... Ja, als je tegen meer mensen praat ook, hè. Ik heb opgeschreven voor mezelf in mijn notes ook. Dan van, weet je... Want na die boek te lezen dacht ik ook van, weet je, op een gegeven moment... Denk ook van, ik wil eigenlijk meer met andere mensen connecten, weet je? Want, hoe moet je dat zeggen? Die leggen ook uit van, hoe dat je echt met mensen kunt connecten dan, hè? Geen vooroordeel, dat je effectief kunt luisteren. Maar dan denk je ook van, eigenlijk heb ik een vaste vriendengroep, maar zou het niet interessant zijn om eigenlijk te rond te trekken dan bijvoorbeeld, en echt met meer mensen te connecten? Dat je bijvoorbeeld, je gaat inderdaad naar de zee of zo. En je komt op een camping en dat je dan met mensen praat en met mensen een beetje connect. Ik zeg niet dat je de dikste vrienden moet worden, maar dat je wel leert met mensen connecten en zo. Dat heb ik nu gedaan. Bij elke camping heb ik praktisch met iedereen, want op de eerste camping zat ik met Fransen. Ja. Met Fransen en nog iemand, maar dat zal ik die vertellen. En ik heb eerst met die Fransen wel zitten praten. Ja. Ik probeer Frans, want die kon geen Engels en geen Nederlands. Ja. Dus snap je, daar ben ik ook naartoe gestapt. En dan was er ook, een vrouw, maar die was er toen nog niet als ik eraan kwam. Een vrouw van,
Goud had een kind van 18, dus ik denk dat die, weet ik veel, pak dat die 40 jaar was of zo. Ja. En daar heb ik eigenlijk praktisch heel de avond mee liggen praten met die vrouw. Ja. En de volgende dag zat ik op de andere camping, was er eigenlijk alleen maar een Duitse kerel. En die kwam daar met de fiets aan. Dus die had allemaal zakken op de fiets. En die zat echt... En daar zat ik ook mee aan het praten. En die zat eigenlijk heel de kust aan het rondtrekken op zijn fiets. En dat is op zich wel chill. Om met die mensen te praten. Maar ook... Achterliggend weet je ook van... Het maakt niks uit wat je zegt. Ja, het maakt niks uit hoe je overkomt. Want je ziet die toch niet meer. En ik vind wel dat dat echt iets geeft. Want je kunt echt 100% jezelf zijn. Ja, daarmee, op dat moment kun je echt connecten met mensen. Ja. Omdat je... Want als jij inderdaad nieuw werk hebt of zo, en je hebt collega's, je wilt niet als een raar kerel overkomen, ja, want dat gaat rond. Ja. Dus dan gaat je een beetje kijken van, wat kan ik zeggen, wat komt niet al te over. Ja. Maar op zo'n moment inderdaad, en drie heeft er als een twijfels bij. Maar... Ik ben gewoon mezelf op werk hoor. Ja, oké, met drie. Ik ook wel, maar... Stel je voor, je bent echt een zware drugskop en zo, hè. En je gaat naar je werk. Het is niet dat eerste dat je zegt van, hey, ik ben Dave, ik ben een zware drugskop en ik pak pillen elk weekend. Want ja, je gaat die man ook zeggen van, what the fuck. Inderdaad, en op een camping kun je dan wel zeggen. Ja, maar dat is ook gewoon slecht voor u. Ja, maar op zo'n camping... Dat ligt je levensstijl. Dus als je dan eerlijk zei tegen je collega's, dan weet jij ook dat je leven moet veranderen. Ja, oké, Dree, maar... Maar anders zeg je het niet tegen jezelf. Dat is het punt nu niet, Dree. Dree, dat is het punt. Ik weet wat het punt is, maar... Op zo'n camping kun je wel tegen die Duitsers zeggen van, hey, ik ben een zware drugskop, ik ga ze drie pillen pakken en dan ga ik gewoon lekker slapen, bij zo'n spreken. Maar als je op je werk aankomt en je komt aan, ja, ik ben de zee gaan aftrekken en dan, gast, ik ben de zee gaan rondtrekken en dan heb ik drie pillen gepakt op de camping en dan gaan die mannen ook kijken van, what the fuck. Terwijl die andere kerel, die zal ook wel denken van, what the fuck, maar die ziet je nooit meer van je leven. Of ja, de kans is vrij klein. Maar ik snap het punt. Ja. Maar ik denk dat dat wel nuttig gaat zijn. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je zo eerlijk tegenover je maten praat. Ja. Zou je connectie met die andere persoon dan niet zoveel dieper zijn? Wat? Want ik heb... Ik kan niet volgen. Nee, zeg dat dus, nog eens. Jordi praat over... Als hij dan zo aan het praten was... Ja. En dan, ook al omdat dat met dan iemand nieuw was en zich aan het focussen was op wat er in de boek gezegd werd, dat dan in praktijk probeerde, zei dat hij zoveel meer zijn persoonlijkheid naar boven kwam en dat omdat het allemaal niet uitmaakte en dat hij zoveel betere conversatie kan hebben. Ik wil daar wel op nood op zeggen. Want bijvoorbeeld bij jullie en bij mijn collega's en zo ben ik altijd wel mezelf. Ja, maar dat is anders. Het is altijd zo, die eerste keer dat je mensen leert kennen, ben ik persoonlijk altijd wat bescheidener. Laat ik niet 100% van mezelf zien. Nee, dat heb ik ook wel. Dat duurt bij mij altijd wel even. Dat heb ik bij ook mij, wel. Bijvoorbeeld op het werk, duurt dat bij mij een tijdje voor ik echt mijn eigen laat zien. In nieuwe groepen. Eigenlijk bij mensen die ik weet, die ga ik vaker zien. Hou ik mijn eigen wel op de achtergrond. Ja. En voor mij was het dan leuk bijvoorbeeld op een camping te komen. En daar had ik dat gevoel niet dat ik... Al ja... Bescheiden moest zijn. Dat, ja, inderdaad. Niet dat ik... van mezelf weet van, oh, ik moet bescheiden zijn, anders vinden ze mij niet leuk, dat gaat gewoon automatisch. Ik snap ook wel... Ik ben gewoon iemand die direct zijn eigen tafel smijt. Dat is mijn punt niet waardig. Nee, klopt. Kijk, ik snap ook wel wat een Dree zegt, hè, want ja, als je niet eerlijk bent en je zegt niet tegen mijn baas van, ik ben een zware drugskop bij wijze van spreken, dan weeg je ook wel inderdaad van, weet je, misschien doe ik iets met mijn leven dat slecht is, want ik kan daar niet over praten. Als jij gewoon de hele dag werkt en je komt op je werk aan en je zegt, ja, ik werk hier... Nou, ook nog, dan weet je, oké, ik heb een goede levensstijl. Maar dat is ook een beetje... Dat is ook weer een beetje van, wat is voor u een goede levensstijl? Als ik zeg, ik game de hele dag en dan ga ik werken, ik vind dat de levensstijl van mijn leven. En en die mannen vinden dat helemaal niet. Ja, dan denk je daar ook... Ah ja, uiteindelijk moet je niet uitmaken van wat de andere een mening is. Maar als je daar dan... Als je weet van, weet je, de meesten vinden dat geen goede levensstijl. En je denkt er te hard over na, dan gaat je dat misschien ook niet zeggen. Hè? Tuurlijk, en als je dat zelf achterwege haalt, dan beseft je zelf ook van, hier maak je geen goede indruk mee. Ja, inderdaad. En dan heb je zelf het bewustzijn van, dat is niet iets goeds. Maar aan de andere kant is het ook wel van, moet je naar anderen kijken. Dus dan is dat ook weer zo... Ik snap dat je... Niet... Want je moet niet per se indruk willen maken op mensen. Dat is altijd nice, zal ik zeggen. Hè? Maar als je zo wilt leven, dan leef je zo. Dus dat is zo een beetje tweedelig, hè. Ja, klopt. Ik snap,
Goed punt. Maar het is als je zelf die conversatie aan je hoofd hebt, van ik zeg dit niet, want... Allee, want dat is niet goed in mijn leven. Ja, de maatschappij neemt dat meestal niet goed aan. Ja. Als jij bijvoorbeeld op je werk zegt, ik zet een drugskop, je weet, de maatschappij vindt dat niet oké, maar je baas gaat dat ook misschien niet oké vinden, bijvoorbeeld. Dan ga je dat ook niet zeggen. Terwijl op zo'n camping heb je wel van, ik kan hier zeggen wat je wilt, en ik vertrek hier morgen en ik zie die mensen nog van mijn leven. Het is niet dat die ook de politie gaan bellen en gaan zeggen van, ja, hier zit zo'n drugskop, putten. Ja, want bijvoorbeeld als ik bij mijn baas aankom en ik zeg van, bijvoorbeeld bij de grootste baas, en ik zeg van, hey, ik ga deze weekend truffels pakken, gaat hij denken van, what the fuck. Ja, je tegen je collega's kun je dat wel zeggen. Ja. Maar dat is het ding ook op de camping, van, het boeit niet tegen wie je het zegt, snap je, dat kan daar de president zijn en naast je staan, want je ziet morgen toch niet meer. Ja, jij op tv ja, waarschijnlijk, maar... Ja, dat zou wel een pakje zijn. Ik wil toevoegen is, allee, waar ik gewoon een klein puntje wil maken is, als je vaak tegen andere mensen liegt, liegt je ook tegen jezelf. Maar ja, het ding is, het verschil is ook liegen of achterhouden, hè. Ja, er is een groot verschil tussen liegen en achterhouden, dat klopt. Want als ik dat gewoon niet zeg, of... Stel, ik game de hele dag, maar ik wil dat niet zeggen. Ik denk dat mensen daar slecht op gaan reageren. En ik zeg tegen die mensen, ja, ik sport achter en dan kom ik werken. Ja, dan lieg je. Maar als je dan gewoon zegt van, ja, weet je, ik zit thuis, hè, dan lieg je ook, maar dan lieg je niet zo hard natuurlijk, maar dan houd je dat meer gewoon achter. Ja, oké, er is een verschil. Dus, dat is wel een boekje, ja. Ik snap ook wel wat Jordi zegt. Het gedeelte op het boek dat hun is bijgebleven. Jordi? Alice? Wat? Iemand nog een gedeelte uit het boek dat u is bijgebleven? Niet per se. Oh ja, gewoon... Met het lezen van die boek heeft me het wel door de dag veel mindfuller gemaakt. Ook omdat je er eigenlijk altijd aan herinnerd wordt. Ik heb vaak in de avond dat boek gelezen en dan heb ik meestal wel gehad van dat ik reflecteer op mijn dag van heb ik dat wel toegepast, weet je wat ik bedoel? En dan dat je de volgende dag probeert om dat wel te doen. Ja, inderdaad. Ik heb wel... Want, maar ik doe dat even al wel lang, die mindfulness. Ik oefen dat al wel lang. Dus ik vind wel... Allee, ja, ik heb wel door de dag heel veel van die momenten dat ik mentale stilte heb, zal ik zeggen. Ja, ja. Zeker ook als ik zo alleen aan het wandelen was, kon ik echt wel momenten hebben dat ik mentale stilte had. En zeker eigenlijk, wanneer de periodes wanneer het moeilijk begint te worden, wanneer je benen pijn beginnen te doen... En eigenlijk een kop begint te zeggen van, kom, geef op, rust even. Weet je, ga hier naar een camping in plaats van daar, want dit is te kort erbij. Ja, ja. Dan is het op zich wel een kracht, om het zo te zeggen, om dan je mentale stem stil te kunnen zetten. Er gewoon niet op te focussen. Ik heb gemerkt dat je heel veel makkelijker in flow geraakt. In een flow state, hè? Een natuurlijke flow state. Dat het veel makkelijker was. Ook omdat ik heb nu ook niet detox geprobeerd, dus ik heb mijn gsm constant afgehaald. En dat is een afleiding. En die had ik, terwijl ik die afleiding niet had en een super weinig dopamine, kreeg ik veel meer dopamine van mijn werk. Ja. Ja, dat ook waardoor ik heel makkelijk bij mijn werk in flow state geraakt. Ja. Het ding is ook wel, als je zo wandelt en je hebt moeite... Want ik heb bijvoorbeeld, ik zet die stem nooit af, maar ik heb meestal gewoon heel veel discipline om dat door te zetten. Dus dan aan de ene kant let ik ook niet op die stem, omdat ik de discipline heb van ik ga toch gewoon door. Dus ja, ik weet niet of ik dat afzet of ik let daar niet op. Maar daar heb ik wel. Ik heb gewoon meestal de discipline om gewoon toch verder te gaan. Maar als je die boek las, heb je pauzes gepakt tussen die dinges? Tussen die alinea's hebben, bedoel je? Ja. Nee, heb je op sommige momenten gedaan? Ja, ik heb meestal zo tussen hoofdstukken wel. Maar ik heb wel, bijvoorbeeld toen ik op de trein aan het wachten was of zo, dan kon ik echt zeggen dat ik een ding lezen, dat je zo eigenlijk zo die bewustzijn voelde opkomen. Ik weet niet of je wel snapt wat ik bedoel. Ja, maar het ding is ook wel... Op het moment mijn boek dichtgedaan en gewoon even bewust zijn en rondgekeken en geluisterd en gewoon van binnen gevoeld, zal ik zeggen. Maar het ding is, als ik dat boek las, dan zat ik hier op mijn kamer, dan had ik eigenlijk al die stilte. Dus en als je dan leest, en je leest van, hey, je moet bewust zijn van die stilte, dan dacht ik wel, dan luisterde ik ook effectief wel, en dan hoorde ik ook wel de volledige stilte, maar ook wel gewoon terwijl dat ik las. Maar ik lees altijd in mijn kamer, dus dan is dat anders. Hè. Je hebt dat in het openbaar gedaan. Jij hoort die geluiden ook rond. Hè. Je kunt ook bewust zijn van die geluiden dan. Maar dat is, mm-hmm. dat is anders inderdaad. Klopt. Ik deed dat voor mijn werk. Dus ik stond nu deze week met later, dus dat was eigenlijk wel handig. Ja. En dan voor het werk kon ik dan
Ik stond op, ik journalde, ik... Ja, wat? Journal. Ah, ik journalde. Nee, je junglen, zei. Nee, journalde. Wat de fuck is dat nu weer? Ik journalde, dan begon ik mijn werk. Ja, we hebben door lianen. Als ik tijd over had, dat boek te lezen. Een half uur voordat ik begin werken of zo. Maar dan, dat betekent wel dat je kunt focussen terwijl je aan het werken bent. En je kunt focussen eigenlijk op wat die materialen... Ja. Nee, ja, ik heb ook al gehad toen ik dat 3 dagen zo volledig detoxte. Op je werk, je wilt ook vaker werken. Als ik nu mijn gsm op mijn werk heb en zo, en ik heb bijvoorbeeld niks te doen, dan ben ik al rap van, weet je, ik achter het bureau zit op mijn gsm. Terwijl op die moment zoekt je werk. Je gaat de fabriek bij zo'n week in, je zoekt werk om je toch... Maar toch, en ergens is dat beter, ja, dat is wel... Ik heb ook mijn gsm constant afgehaald. Dus jullie zeiden van, ja, dat is niet mogelijk. Ik heb dat gewoon gedaan. En ik heb echt keigoed geslapen. Ja, maar het ding is... Ik merkte dat ik s'nachts niet meer aan het nadenken was. Ik was gewoon aan het zijn. Waardoor ik... Maar voordat je slaapt, moet er wel dat je slaapt. Ja. Voordat je slaapt. Wacht, hè? Of tijdens het slaap besef je dat toch niet, want dat slaapt je. Ja, maar je kunt ook, als je zo half wakker wordt, snap je, en je gaat dan lekker heel ver beginnen. Ik ben een hevige denker, maar ik heb het moeilijk om mijn brein af te zetten voordat ik ga slapen. Ja, ja, ja. Dus ik ben constant, het moment dat ik begin, voordat ik ga slapen, is vaak het moment dat ik nog het hardst begin na te denken. Ja, maar het ding is dan ook, dan zit je weer in die volledige stilte, hè. Dan begint je eigenlijk te denken en dan moet je een beetje leren eigenlijk om je innerlijke dialoog met jezelf, hè, hoe dat je met jezelf aan het denken bent, om dat een beetje af te zetten om dan... Maar hier heb ik geen controle over. Hè. Over dat denken heb ik totaal geen controle. Maar ik denk... Zit je op een puntje eigenlijk mis. Want het gaat op zich ook niet om het denken af te zetten. Het gaat hem gewoon om het bewust worden van dat je aan het denken bent. En daardoor komt de rust. Ja, maar als je beseft van dat denken, dan gaat je eigenlijk ook een soort stilte in je hoofd. Dan stopt je halverwege met denken. Dan zet je dat af. Dan gaat je eigenlijk niet over... Stel dat je nu aan het denken bent, Ray, van wat ga ik morgen aandoen? Hè? Of welke route ga ik morgen met de auto naar het werk doen? Dat je dat dan afzet en dat je eigenlijk gewoon van denkt, van weet je, eigenlijk denk ik er te veel over na. En dat je dan een beetje bijvoorbeeld denkt, het is vrij stil. Je moet je bewust zijn van die stilte. Wat ik s'nachts doe is. waarom ik niet kan slapen is omdat ik constant mijn brein alles wat je de dag gebeurd is aan het verwerken is. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus ja, ik heb er geen controle over. Mijn brein is daar gewoon aan het opslagen. Ja, kijk, nee, ik ben daar te simple-minded voor. ik heb er geen last van. Als ik ga slapen, dan ben ik zo van, ja, ik ben best fucking... Maar het ding is ook wel, als ik ga slapen, dan ben ik ook echt moe. Omdat ik slaap 6 uur, en als ik dan na 18 uur zeg van, ik ga slapen, ben ik ook moe. Dus dan ga ik ook liggen, dan kijk ik naar één kant, dan draai ik mij om en dan ben ik knock. Dan ga ik ook gewoon knock. Dus ik lig geen 10 minuten in mijn bed en dan ga ik om. Dus dat is wel... Ik kan echt gewoon 8 uur in mijn bed liggen en wakker liggen. Ah nee, ik niet. Ik heb dat ook niet. Ik heb dan niet zo'n snap of een switch van, nu ga ik slapen. Ik wil ook nog iets zeggen over die mindfulness. Nee, want ik heb nu ook geen gsm meer. Oh ja, ik heb wel een gsm, maar geen... Het is een baksteen. Ja, ik heb zo die baksteen gekocht, hè. Ja, ja, oké. Okay. Ik heb die nog gewoon niet, want dan moet ik ze die ook nog eens over vertellen. Oei. Maar ik heb de gsm van mijn zus gepakt, maar ik heb die altijd op energiebesparend stand gehad. Ah, oké. Okay, ja, ik stuur die via Messenger een paar keer en daarmee, maar dan zal ik u via bericht... Ja, dat is alleen, ik heb nu gewoon een iPad dat ik thuis heb liggen. Ah, ja, okay. Als ik thuis ben, dan heb ik daarmee door het huis. Ja. Maar het ding is gewoon, eens dat ik buiten het huis ga, kan ik dat niet meepakken. Ja, nee, want je gaat geen iPad en ik heb... Ja, en die heeft ook geen 4G. Dus... Ah, ja. En ik heb heel veel momenten gehad dat ik eigenlijk gewoon niks anders kan doen dan naar de muur te staren. Maar en ik vind in je huis of buiten? Buiten bijvoorbeeld. Ik heb op het werk heel vaak momenten dat ik zo 5 minuten even niks te doen heb. Ah, ja. Maar echt niks. Dat omdat ik bijvoorbeeld moet wachten op een collega die nog rap iets aan het afblazen is en ik zit daar aan het wachten tot hij klaar is. Ah, ja. En vaak zat ik daar gewoon op mijn gsm. En nu vind ik wel dat je gewoon meer tijd hebt voor... mindful te zijn. En eigenlijk meer op zich bewuster te zijn van wat je denkt en van je omgeving. En gewoon eens een paar keer gewoon diep in- en uitademen, in plaats van Snapchat open te doen of Facebook open te doen. Maar heb je nu eigenlijk gewoon Snapchat op je tablet?
Ja. Dat was niet het punt van... Nee, dat was gewoon een vraag uit interesse, eigenlijk. Ik stel dat niet het punt. Dat is iets zo'n verhaal wordt al over mindfulness. Wat hij heeft meegemaakt, omdat ze geen zin hebben. De eerste vraag... Houd je nu Snapchat op het tablet? Ja, nee, ik vraag het, want uiteindelijk... Het kan even goed zijn dat Jordi gewoon zegt van... Nee, ik heb al die apps eraf gelaten. Ik heb al die apps eraf gegaan en ik ga me daarvan verwijderen. Okay, okay. Maar het ding is... Ik ben gewoon curieus waard. Ja, ik was gewoon curieus. Van stop je met die apps? Messenger. En Tinder. Ja, ja. Ja, en Tinder, dat heb ik ook nog. Dus, maar dat is het eigenlijk praktisch nooit op. Ik zit er eigenlijk ook niet op. Dat je gewoon die likes binnen scharen. Maar heb je dan ook zo'n een touchscreen, zal ik zeggen, voor op te tikken? Of heb je zo echt dat je zo drie keer moet klikken op voor een C te hebben? Waar heb je het nu? Over die baksteen. Maar dus, je kent toch zo die nieuwe Nokia? Je kent toch zo die oude Nokia baksteen? Ja, dat je zo drie keer moet klikken op een C te hebben. Ja. Dus, ik bestel zo'n oude Nokia baksteen, maar je hebt die in vernieuwde versies. Dat kan, dat weet ik niet. Geen idee van. Dat is een vernieuwde versie. Wacht, ik zal het opsturen. Hoe ga ik hier weg? Oké. Ja, maar het ding is, dat is heel interessant. En dat wil ik, want ik heb ook een iPad die ik niet gebruik. En dan kan ik dat misschien ook doen. Maar ik heb geen zin om zo drie keer te klikken voor een C. Want als ik dan een bericht moet sturen, dan duurt dat echt lang. Ja, het punt is, ik ga gewoon geen berichten meer sturen. Ik ga gewoon bellen. Bellen is echt super nice, maar iedereen onderschat dat bellen altijd. Op 2 minuten heb je geregeld wat je moet. Maar het enige wat ik nu nog ga sturen is ja, nee of ok. Moet ik meer dan dat sturen, is het bellen. Dus dat is die vernieuwde versie. Wacht. Hè? Want je kent die oude Nokia bakstenen, die echt oude. Nokia bakstenen. Maar ja, daar heb je dat inderdaad, hè? Dat je zo drie keer moet klikken voor zo'n ding te hebben. En snap je deze? Is die copy image? Deze is die oude. Ik weet niet of je dat aan de stream kunt laten zien. Aan de dingen kunt laten zien. Dus. Ja, dat is de oude. Ja. Ik heb even mijn fullscreen afgezet, ja. Ah, oké. Dus ik bestel die nieuwe op bol.com, hè? Ja. Op bol.com. Ja. 100% zeker. Dus wat krijg maar ik? Maar dat kan wel zijn dat via Bol, via een ander bedrijf gaat. Wat krijg ik? Ik krijg deze fucking baksteen. Echt, dus ik kreeg die fucking baksteen. Ik dacht van... Zalig. What the fuck, dat lijkt nu keihard op die oude versie. Want ik had eerst nog ineens die toren dat die gewoon fout hebben gestuurd. En ik kwam zo te twijfelen. Ik dacht van... Tja, jongen, dat klopt toch niet? Dus ik ga naar mijn mails kijken, naar mijn order. En is dat gewoon verkeerd gestuurd. En moet je dat terug opsturen. Ja, en dan moet je dat gewoon terug opsturen. En ik heb naar bol.com gebeld. Voor mijn retourdingen, dat is woensdag geleden. Ik moet eigenlijk nog allemaal in orde maken, maar ik heb er geen tijd voor gehad. Maar ik heb nu die andere gsm, die heb ik dan via Van den Borre besteld. Ja, en die is nu bij ons maar aangekomen. Ah ja. Dus... Ik krijg hier gewoon een baksteen. Ja, ik krijg echt gewoon letterlijk een baksteen. Ik kan hier gewoon in mijn muur steken als ik wil. Want ik krijg een baksteen gekocht. Ik ga ook een baksteen kopen. Ik denk dat ik dat ook nog wel kan doen, misschien. Maar ik ga mijn gsm, denk ik, altijd wel bij hebben. Maar als ik dan iets nodig heb... Ah, kut. Je hebt 2 verschillende sims nodig, zeker. Maar het ding is wel, ik heb, sinds ik dat boek heb gelezen, heb ik mijn Insta verwijderd. En mijn TikTok van mijn gsm gehaald. Want waarom had ik TikTok op mijn gsm? Om short clips van mijn Omegle-video's op TikTok te zetten. Maar dan vond ik mezelf ook vaak scrollen. En toen dacht ik in mezelf van, waarom doe ik dat dan gewoon niet op mijn pc? Want daar maak ik die shorts op. Als ik dat dan gewoon daar oppak en ik upload dat via mijn pc. En waarom zit ik op Tinder, op Instagram? Ja, waarom zit je op Tinder dus? Maar dus, dat was het punt. Nee, dus waarom zit ik op Instagram? Op het moment zat ik daar ook gewoon maar alleen op te scrollen. Dus dan dacht ik van, waarom de fuck heb ik dat nodig? Dus die twee heb ik weggehaald. Dus wat heb ik nu eigenlijk nog? Ik heb Snapchat. Hè? Daar stuur ik gewoon mijn mensen mee. Dan heb ik Tinder. Ja, daar zit ik ook niet langer dan 10 minuten op meestal. En dan en dan heb ik nog Messenger. Maar dat zijn allemaal dingen. Je kunt daar... Ja, oké, misschien op Snapchat kun je wel langer zitten. Maar daar zit ik gewoon niet op. Dus door dat boek te lezen en ook, denk ik, half van die detox... te zien van wat doe ik eigenlijk, heb ik die twee wel weggehaald.
Maar jij zat sowieso nooit op Instagram en TikTok, Jari. Nee, ik heb dat nooit gehad. Ja, daarmee. En Facebook zet ik eigenlijk ook niet. Nee, Facebook heb ik ook niet. Daar heb ik al heel lang niet meer. Dus ja. Daar vond ik mij ook... Toen ik verder studeerde, vond ik dat echt een verslaving. Omdat je dan... Hoe noemt dat Ray? Die site van Geel, van de Confessions. Ja, en dan gewoon echt blij, want op een gegeven moment kom je dan s'avonds op je Facebook of door school en dan zijn er echt al 30 confessions en dan ging je die allemaal te lezen. Ja, en dan denk je echt van, holy shit, ik ben hier al een kwartier aan het lezen, weet je. Ja, dus dan heb ik dat echt al lang weggehaald, ja. Maar ik denk niet dat ik zo'n backsend ga kopen, omdat uiteindelijk zit ik daar nog wel niet zo heel vaak meer op mijn gsm anyway. Ja, ik heb heel veel momenten dat ik erop kan zitten, gewoon. Maar ja, dus... wat doet je daar dan op? Dat is de vraag. Snapchat. Gewoon, dan kijk ik Snapchat, meestal heb ik geen berichten, dan kijk ik Messenger, heb ik ook geen berichten. Snap je? En dan ga ik op Tinder. Dat is wel wat ik deed, op Tinder. Dus daar is daarom dat ik er nu eigenlijk ook niet meer op Tinder zit, omdat ik dat niet meer kan. Ja, ja. Want thuis doe ik dat ook niet, want thuis heb ik de behoefte daar niet aan. Het is gewoon voor die 5 minuten te vullen, zal ik zeggen. Exact. Daarom zit ik op Tinder. Daar wil ik ook nog terug op komen, ik heb dat ook op het werk. Ik heb ook, dus nu dan bij mijn gsm af te zetten, ook gemerkt... dat ik elk niet zoveel uitmaakt, want dat is de tijd dat je spendeert op Instagram. Ja, dat boeit niet. Ja, dat boeit niet. Daarmee heb je dat er ook afgegooid. Ja, dus dan vind ik het zelfs nog beter dat je die dopamine niet verliest aan en je tijd en energie niet verliest aan gewoon consumen van content. Hè? En in plaats van gewoon rustig jezelf te zijn. Ja, daarmee. Ik heb nu ook wel gelezen op het werk. Deze week ook nog. Uiteindelijk, als je niet... Als ik bijvoorbeeld met de vroege sta, dan zit ik met heel veel collega's in de eetzaal, dan ga ik dat niet doen. Maar of dan kan ik dat wel doen, want 9 van de 10 zitten die eigenlijk ook gewoon op een gsm. En als ik dan gewoon lees, ja, wat maakt dat uit? Die mensen zitten op een gsm en als die klappen, ja, dan klappen die tegen u en dan ja, nee, dan stopt je gewoon wat je leest en dan lees je de volgende keer verder of zo. Ja. Dus het is wel je tijd beter spenderen, inderdaad. Hè. Ik lees ook op het werk en inderdaad, als mensen aan het praten zijn... Dan lees ik gewoon niet. Ja. Want dan luister ik naar het gesprek. Ja. En praat je mee. Meestal praat ik niet, luister ik gewoon. Ja, ik snap wel. En als het dan stil is, ja, dan lees ik gewoon. Dan lees ik ver. Ja, dat heb ik ook wel gehad. Zie, dat is ook weer 20 minuten, een kwartier, dat je gewoon wegsmijt. Aan te scrollen en dag, of niks te doen, scrollen. Ja. Ja, inderdaad, dat je denkt van, nu heb je toch een aantal pagina's gelezen. Ja, want uiteindelijk, als je bijvoorbeeld al, ik weet niet hoeveel pauze dat je hebt, maar stel dat je 2 keer 20 minuten pauze hebt... En je kunt daar effectief die 40 minuten van lezen. En je komt s'avonds thuis, dan heb je ook al van, weet je, ik heb al gelezen vandaag, nu kan ik bijvoorbeeld iets anders doen. En als je dan gewoon thuis komt en je zegt, ik heb helemaal niks gelezen, ik moet nu nog beginnen lezen, dan, ja, dat geeft ook meestal wel een beter gevoel dan. Ja, klopt. Klopt. Dat is... Rek, heb jij nog iets te zeggen? Ik vond wel één ding. Ik lees deze, ben wel echt fan, ik ga dat waarschijnlijk nog een paar keer lezen. Maar ik vind maat. Dat die heeft een boek, die oranje, De Kracht van Nu. Die heb ik ook gekregen. Ja, wacht, de kracht van Nu heb ik al gelezen. Heb je die al gelezen? Dat is echt een goeie. En je hebt die ook in de Kracht van Nu in de praktijk, dat is zo'n klein boekje, dat is zelfs nog kleiner, denk ik. En die groeien. Dat was een minder goed boekje, maar Ik heb niet De Praktijk, denk ik, gelezen. In de praktijk? Dat krijg je nu in de praktijk. Denk ja, ik heb ook gezien dat... Want op het einde... Hier, wacht hè. Ja, hier van achter. Dat staat erin. En ik heb de audioboek in de praktijk gelezen. Maar ik denk, ik heb De Kracht van Nu, gids voor een bewust en gelukkig gelezen. Ik heb de audioboek gelezen. Ja, let's go! Maar, je wil nu weten wat ik kan zien als ik luister. Ik zie door zijn tieten. Oh, dan moet Dave daar weer zoiets raar van maken, hè. Ja, weet je waar ik aan dacht? Eenmaal dat we een boek hebben uitgelezen, hebben we eigenlijk terug 4 weken voor het volgende boek. Als we dan nu ook al gewoon nu een ander boek aanduiden, dan heb je ook 4 weken om dat boek te lezen. Ah ja, was dat niet de bedoeling? Maar ja, dus Jordi, wat waren je nog aan het zeggen? Dat denk ik wel, maar ik weet niet of dat we dat allemaal door hadden. Maar ja, zeg je dus, Jordi. De Kracht van Nu. Geen flauw idee, was een goed boek. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Nee, maar je weet over De Kracht van Nu. Ja, zo noemt die boek Dave. Ja, maar een Dre vraagt daarachter. Ja, wat is er mee? Ja, ik weet niet meer wat ik wou zeggen, dat zeg ik toch.
Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Deze. Ik heb een nieuwe aarde. De uitdaging van deze tijd heb ik ook gekocht. Ik weet niet echt? Die heb ik nog niet gelezen, maar die wou ik wel. Maar die is wel 500 pagina's, denk ik. Ja, maar je gaat knap een maand kunnen uitlezen. Oh, wow. Dat is een keigoed boek. Een maand, tuurlijk. Maat. Nee, dat deze is 100 maand. Pagina's. Maar deze was echt niks. Deze was echt niks. Als die van 500 pagina's ook zoiets is... Ja, dan wel. Maar ik vind... Nog even terug te gaan aan dat boek. Ja. Ik vind de woorden dat hij gekozen heeft en hoe dat geschreven is, dat het echt een sprekende taal is. Ja, het is ook gemakkelijk om te lezen, vind ik. Ook aangenaam. Het is heel gemakkelijk om te lezen en dat spreekt echt tot u... Allee, je kunt echt inbeelden wat hij aan het zeggen is. Ja, want heb je die, want die heeft ook een YouTube-channel. Heb je die, want ik ken die van YouTube eigenlijk. Heb je die ooit op YouTube gezien? Nee. Wacht even. Nee, denk ik. Oh, want die kan echt zagen. Holy shit. Dat is echt niet leuk. Dat is echt... Oh man, je wilt die gewoon worden als je naar die stem hoort. Die praat echt... Echt zoals je... Die praat echt heel rustig en heel... Oh jawel, ik ken de... Jawel, YouTube-gezicht. Oh, ja, my. Die praat echt... Ik vind dat echt dat je... Dat kun je zo 2 minuten in kijken en denk van... Ja, dat is oké, ik ga het niet eens proberen. Ook gewoon omdat dat... Ik vind dat gewoon dat die... Dat is allemaal wel interessant wat hij zegt, maar ik kan daar gewoon niet lang op hem focussen, omdat hij gewoon niet... Ja, het verschil is ook als je heel monotoon praat, en dan kan dat ook wel rap afhaken. Ik weet niet hoe dat hij praat, maar die kerel van dat org... Die mensen praat heel monotoon, ik heb letterlijk 10 seconden gelast. Die praat wel, ja, hoe moet je dat zeggen, met een... Ja, met volumeverschil en ik ben het woord kwijt. Dat je zo wat krachtig tegen woorden zegt. Intonatie? Ja, intonatie inderdaad. Ja. Als je helemaal geen intonatie hebt op je stem, en je hebt constant... Eigenlijk gelijk dat je Philip Goebbels hebt, en dat je zo constant monotoon praat, daar... Philip Goebbels gaat aan, omdat dat een komiek is, en daar kun je mee lachen. Maar als je zo'n kerel teksten moet lezen, dan is dat zo... Die zijn moppen zijn eigenlijk alleen maar grappig, omdat die stem zo grappig is. Ja, dat Want moest iemand anders de moppen vertellen dat hij zegt, dan zouden ze zeggen van, ja, wat is dat voor een kutmop? Dat weet ik niet. Ja, die zei zo op de radio, die was pas op de radio. Toen zat ik met mijn zus in de auto en die vertelde die een mop. En toen moest ik eigenlijk wel lachen. En mijn zus ook met mij zei zo van, ja, eigenlijk is dat totaal niet grappig. Dat is gewoon hoe dat hij dat zei. Maar dat is gewoon hoe dat hij dat zei. Ja, dat kan een grap zijn, hè. Maar als je daar bewust van bent, is dat gewoon niet meer grappig. Ja, maar niks is grappig als je er bewust van bent, Jordi. Jawel. Ik ben bewust van mijn kop en ik lach ook nog altijd. Ja, best wel grappig. Kerel. Moet je lappen hebben? Nee, dank u. Dus. Lapspijker. Welk boek gaan we nu? Ja, ik weet niet. Zeg het maar. Ja. Ik dacht misschien dan eerst aan zo'n die Ikigai boeken. Maar dat zijn wel... Wat is dat? 250 maar ik heb die al gelezen. Boeken. Ja, maar dan heeft een trade die ook al gelezen. 250 boeken, maat. Mag ik welk boek? Wacht, ik ga die pakken. Wacht. Dat zijn heel makkelijke boeken wel. Trouwens, David, ik heb de 48 Laws of Power heb ik ook thuis liggen. Hè? Ah ja, wat ik heb, die Ikigai, want dat zijn 3 boeken, hè. En ik heb die alle 3, hè. Wacht jongens, wacht. Ik heb een interessant boek, maar... Dat is wel een heel psychologisch boek, omdat dat... Dat is hoe de dood ons drijft. Dat is hoe dat de dood een onderliggende angst is van de mens. Ja. Dus ik weet niet of dat jullie interesseert om te lezen. Dat was ook in dit boek, hè? Dat kwam ook voor. Ja, maar dat is echt. Dat heeft mij experimenten en zo. Ik heb daar die vragen op, hè? Want ik heb zo die. Dat is zeker in de eerste aflevering, was dat ervoor nog, dat we niet aan het recorden waren. Ja, ik denk. Zo van die. Van die vragen die over de dood gaan. Nee, ik denk dat we en die maken je ook bewust van je dood. Dus op zich vind ik dat nog wel een leuk concept. En ik heb dat boek ook al gelezen, de dood. Maar dat boek dat geeft ook aan van wat kan dat doen. Want dan op een gegeven moment hebben ze die verschillende experimenten. Dan maken die eerst mensen bewust van... Hè, die laten een paar vragen invullen van... Hè, wat wil je bijvoorbeeld nog doen voor je dood? Dus die maken je bewust van de dood. En dan gaan die je iets laten doen... En andere mensen die geven die gewoon vragen, hè, van wat is uw naam en van waar bent je bij wijze van spreken. En dan gaan die hetzelfde laten doen. En dan gaan die eigenlijk uw reactie daarop meten.
Je hebt ook heel vaak gezien, mensen gaan hun eigen rapper iets zelf gunnen, als die zich beseffen van de dood. Want dan beseffen die van, weet je, ik heb misschien niet meer zo lang te leven, laat ik mezelf, ik ben het woord kwijt, maar je gunt jezelf iets. Best maken. Nee. Jezelf iets gunnen. Ja, dat is toch goed beschreven. Nee, maar niet iets wijs maken, maar bijvoorbeeld je denkt in de winkel van, weet je, hier is een donut, ik verdien een donut. Moest de keuzes maken? Nee. Wacht, er is inderdaad... Er is inderdaad een... Jawel. Oh, man. Ik voel me echt... kerel. Kijk, je staat in een winkeltree en je bent gewoon aan het winkelen. En je ziet in één keer iets staan dat je normaal nooit meepakt. Maar je denkt van, weet je, ik verdien dat. Nu verdien ik dat. Ik gun mezelf dat. Ja, ik gun mezelf dat. Nee, ik denk niet. Er is nog een woord. Dat was niet het woord, maar dat was het woord dat we net zeiden. Ja. Kerel, ik kom er echt niet op, maar... ja. Weet je, ik heb het wel van... Bijvoorbeeld, als ik is... Ik koop echt alles heel cheap, snap je? Omdat ik gewoon veel te gierig ben. Ja. En ik heb inderdaad soms zoals bijvoorbeeld... dit is een punt met choco. Want je hebt zo die Ovo choco, ik weet niet of jullie potten kennen, maar dat is 3 euro voor een pot. Maar daar zit zo'n lekker crunchy in. En ik heb soms zo van die moment van, weet je, ik zal nog eens een dure pot choco kopen. Dat dan ik denk van, ja, heeft maar één keer, hè, YOLO, goede choco kopen. Maar ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik kom niet op het woord. Dus ik ga daar nog op terugkomen. Hopelijk. Maar oftewel dat boek, oftewel dacht ik zo van die Ikigai-boeken. Maar dat zijn zo van die boeken. Ah, ja, dat ging ik opzoeken. Het Japans geheim voor een lang en gelukkig leven. De Japanse wijsheid voor het beleven van onvergetelijke momenten. En dat is een saai boek, heb je gelezen. Het Japans geheim voor beter slapen, minder stress en een gezond, gelukkig leven. Maar heet je ook niet met iets met bosbaden? Een groene. Ja, dat is deze. Ah, is dat die? Oké, dat gaat eigenlijk over bosbaden. Het gaat eigenlijk heel veel over dat je in de natuur bezig moet zijn. Ik heb die alle drie ook al gelezen. Dan is het gewoon de punt aan van Dree, van wil ik die ook lezen? Ja, wil jij die lezen of wil je die niet? Want als je zegt... Ik heb die alle drie al gelezen. Ja, ik heb die alle drie al gelezen, ja. Ja, ik ook. Nee, je hebt die niet alle drie gelezen. Ik zei net van die saai, die heb ik niet gelezen. Die is saai, jawel. Ik heb die gelezen, maar die is saai. Maar daar spreekt ze gewoon een hele tijd over hoe dat ze fucking thee aan het drinken zijn in die tweede boek. Dat is die boek, hè? Ah, ja, jawel, dat die daar verhalen van halen, dat die dan thee ging drinken, ja. Dat die dan zo... Ja, inderdaad, en hoe dat je fatsoenlijk thee moet drinken, dat er een heel ceremonie rond zit, en denk van, dat lust ook ineens geen fucking thee. Nee, ik lust wel thee, maar... Maar als je geen thee lust, zou dat kunnen zijn. Is dat uw ego dat aan het praten is? Oeh. Ja. Ik weet ook wel, ik weet niet hoe dat jullie... altijd het ego dat praat? Ik weet niet hoe dat jullie denkt over Engelse boeken, maar ik heb The Alchemist. Dat is een boek om u op je pad te zetten, eigenlijk. Ik kan dat niet anders uitleggen, maar dat... Ja, wacht, ik ga dat pakken. Dat staat de achterkant, denk ik, zo. Hoe dat uitgelegd is, wat voor een boek dat is. Maar als we mijn boeken aan het flexen zijn, haal ik ook al mijn boeken boven. Hè? Maat, al mijn boeken liggen nog bij ons, maat. Anders had ik echt wel gewonnen. Ik heb 3 van die actionzakken. 3,5 van die actionzakken vol met boeken. Oké, ik weet niet. Wacht. Ik ga het laten zien, Jordi. Oké. Okay. Weet je wat ik dacht? Weet je wat we ook kunnen proberen? We kunnen ook... Boeken? Damn! Oh. Boeken? De setup. Boeken! Maat, ik heb ook echt veel boeken. Ik moet echt een boekenkast gaan kopen. Hé, dat was een knappe jongen op je scherm. Met het blauw t-shirt. Die geil. Dank u. Shit! Ik zei ook dat ik hem blauw t-shirt had. Wacht, waar? Dat is een knappe jongen dan met een blauw t-shirt. En toen keek ik naar mij en toen zagen we dat we allebei een blauw t-shirt aan hadden. Je hebt toch een grijs t-shirt aan? Nee, man, dat is blauw. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Zie je dat? Ja, maar ik heb een blauw t-shirt aan, jong. Dat is hey, kalm, hè. Rustig blijven. Dat is blauw. Nee, maar dit is ook blauw. Oh. Maar kalm, makker. Hey, motje. Waarom, hè? Wat ik ook heel interessant vind, is filosofie. Ja, daar heb ik niks van. Kleine ja, dat vind ik wel interessant, daarmee.
Toen ik denk als Nietzsche. Deze is echt... Als Nietzsche. Dat is misschien goed voor de leven om te beginnen met psychologie. Deze is echt de beste filosofie. Dat is de Stoïcijnse filosofie. Ja, dat we kunnen dat. Als een trede akkoord is... Dat is wel een goede, Jordi. Dan kunnen we dat... Dat is echt... Dat heeft mijn leven echt... interesseert mij heel hard. Ja, dat heeft mijn leven echt heel hard veranderd. En deze, ook heel interessant. Deze zijn de kerels... Die is me aangeraden. Ja, deze zijn de kerels... Die op Plato zijn lezing gekakt hadden. Ja. Echt gezegd van, ik geef geen fuck, ik scheid hier, fuck jullie. Ja. En dat is kei interessant. Want eigenlijk, deze zijn mensen en die leven met zo min mogelijk. Bijvoorbeeld, er was een kerel en die had niks. Het enige wat hij had is een beker. En dat is een vraag, ik weet niet of dat waar is. Waarschijnlijk niet, maar... en die zag een kind drinken met zijn hand... Uit een ding, en toen keek hij naar zijn beker, en heeft hij die weggesmeten, en zei hij tegen zijn eigen hoe dom dat hij was, om altijd een beker mee te dragen. Omdat die zo hard bezig zijn, van eigenlijk heb ik niks nodig, en kan ik gelukkig zijn, in het moment. Eigenlijk komt dat ook weer samen met dit. Met de mindfulness. Maar dan wel heel hard op een filosofische manier. Ja, en ook in een 1940 manier. Geen 1940, dat is toch... Dat is voor Christus. Ja, 49, maar dat is fucking Wereldoorlog 2. Kerel! Weet ik veel. Blijkbaar. Dat is echt wel voor Christus. Ja. Dat denk is niet waar. Ja, oké. Okay. Nee, een van die twee, zeg stond, maar. Stond iets. Een van die twee, doen we die met die... Ja, met dat die, een die boek eerste? Van Nietzsche? Ja, ik dacht eerder aan die, aan die, aan die, met die, met die man. Ja, ik ken de naam ook kwijt. Ja, die, ja. Ja, dat... Als we dat lezen... Goed, maar dat is wel... Snap je? Een klein lettertype, ja. Ja, dat is wel veel. Nee, dus anders kunnen dat... we eens gewoon... Maar ik heb dat ook... Kijk, dat boek dat ik nu lees, dat is juist hetzelfde. Wacht. Kijk, dat is ook juist hetzelfde. Ja, nou, maar... ja, dat is echt... Ik vond dat heel moeilijk om te lezen. Ja, dat is wel... Dat zijn wel heel grote pagina's. Dat is ook een vrij groot boek. Want dit is... Kijk, dit is de stilte dat spreekt en dit is dat powerboek. Ja, ik heb dat boek zelfs geditcht, denk ik. The Eight for Love. Ja, ik vond dat wel interessant, omdat dat... Ja... Dat is... Maar ik heb dat niet echt... Ja, momenteel nog niet nodig. Dat is half dat je mensen manipuleert eigenlijk en zelf aan de macht komt. Dus dat is, ik vind dat heel interessant. Dus ik dacht, dat is niks voor mij. Ja, ik vind dat heel interessant. Hoe dat mensen eigenlijk in de... Yo. Nee, maar in de geschiedenis, hoe dat mensen eigenlijk aan de macht zijn gekomen door andere mensen te manipuleren en zelf maar niks te doen. Snap je? Dat is heel interessant. Ja. Van, hoe heeft hij dat gedaan? Voor zo min mogelijk werk. Ook op een gegeven moment zei hij ook van... Er was dan een kerel of zoiets die... Ik weet niet meer... Zeg eigenlijk, je moet eigenlijk iets vriendelijk doen. Dan slaat je enemy een beetje zijn guard erop. En dan denk je van, oh chill, die is vriendelijk. En dan kapt hij zijn kop af, bij wijze van spreken. Dat gaat natuurlijk een heel verhaal. Ja, zo hebben die koning. Die zei, op een gegeven moment kwam er dan een spion in het enemy land. En in plaats van die dan zijn kop af te geven, hebben ze die gewoon teruggegeven. En toen dacht hij van, weet je, die is vriendelijk. En toen twee dagen later hebben die zijn kasteel bestormd. En hebben die... Dat kasteel overgenomen. Omdat die dachten van, oké, weet je, die is een heel chill. Dus, ja, die moeten wel een keuze maken. Ja, wacht, deze... Als we story zijn, deze boek heb ik zelf ook nog niet gelezen. Ah, ja. En dat gaat over 10 lessen voor een scherp en relaxte mindset. Maar dat gaat over... dat gaat eigenlijk over een Olympische schaatser, want ik heb het nog niet gelezen, die... Denk ik, een heel stoïcijnse mindset heeft. Maar kunnen we dan misschien eerst die stoïcijnse mind, die levenswijze, eerst lezen? Zodat we ook alle drie up-to-date zijn van... Ja, als we die dan bijvoorbeeld lezen. Dan gaan we die in de maand tijd gelezen krijgen. Hoeveel pagina's is dat? Want dat is klein gedrukt, hè. We kunnen ook gewoon lezen en dan kunnen we ook gewoon zeggen van zover ben ik geraakt, hè. 157. Dat valt, dus valt op zich nog mee. Dat ziet er veel dikker uit. Ja. Op een gegeven moment, we kunnen ook gewoon zeggen we lezen het en we zien hoe ver we komen. Hè? Nee, want als er geen druk bij mij achter staat, dan... Oké, ja, dan moet je het lezen op mijn maand, punt. Jezus. Daar heb je voor. En anders pak ik mijn AK en maak ik op je rug schieten. Ik had hier weer een drive-by doen. Ja, drie rijdt. Ik schiet. Right. Drive-by mall, een straat van de politie. Nou ja, zit er alles op fucking internet, man. Ja, we wonen in Geels.
Nou ja, Antwerp. De rest is perking. Goed zo, goed zo. Moet ze winkels aan doen. Oké, ja. Ik heb niks meer te zeggen eigenlijk. Dus ik weet niet over dat zit met jullie. Dat is ook de eerste keer voor mij. Ja, nee. Ja, als Dave niks te zeggen heeft. Want we kunnen ook, we kunnen nog zien naar een boek of vullen jullie deze boek? Ja, maar zoals ze Piet doen. Zo, ik zal nu anders stoppen met recorden. En dan gaan we over andere dingen gaan doen? Ja, dan kunnen we dat gewoon achter de dingen doen. Right, oké. Okay.